Sportpark Harga. Hier werd in 1949 SVV nog kampioen van de Eredivisie. Van de profclub SVV is weinig meer over, maar het stadion staat nog steeds. Tenminste, nu nog wel. Er werd een prachtig evenement georganiseerd vanavond. Hargabal als ode aan dit prachtige sportpark. Waarom eigenlijk? Ja, omdat Sportpark Harga naar verluid niet meer bestaat. Waarschijnlijk volgend jaar. Ze zijn nu aan het slopen. We hebben in het verleden al een aantal meer van dit soort retro evenementen georganiseerd. In Wageningen, eentje een paar jaar geleden en daarvoor in Haarlem. Aan deze ode aan Sportpark Harga is dat oud-SVV-spelers een team vormen. Die spelen in de oude tenues van de SVV. En die spelen tegen team FC de Blogbroeders. En daar is bijvoorbeeld Michiel de Hoog, die regelmatig bij ons te gast is. Joop Buit, Peter van der Zwan, allemaal bekende namen van Twitter. En die staan onder leiding van bijvoorbeeld David End. Dus er zitten best wel wat bekende namen bij. En ze spelen in het tenue van FC Dordrecht. Drie. En ik sta hier naast de man die de minste minuten van de avond heeft gemaakt. Ja, ik heb 12 minuten meegedaan en positioneel continu goed gelopen. Ik heb denk ik 5 keer de bal aangeraakt, 5 uit de foutieve basis gegeven. Maar ik ga het denk ik in de derde helft wel goed maken hoor. Van de SVV achter me. Het was een mooie avond op Sportpark Harga. De ode die ze wilden brengen, die is zeker gelukt. Prachtige wedstrijd 3-3. Een volle kantine. Prachtig afscheid van Sportpark Harga.